Zo. Het is 5:15, denk ik. 5:30. En dit is volgens mij gewoon het eerste wat ik film. Nee, dat is niet waar trouwens. Ik heb één dingetje vanmiddag gefilmd. Tip voor alle katteneigenaren: koop van die Matahabi-stokjes, heet ze geloof ik. Katten gaan er helemaal lekker op. Kijk Ramon kroelen met zichzelf. Nou, je moet eigenlijk even in actie zien. Dus ze gaat niet meer. Ze gaan nu met de paal aan de haal. Maar verder ben ik de hele dag bezig geweest voor mijn boek en voor de vlogs. Ik heb twee vlogs geëdit en nu ben ik kapot. Ja, ik ga ook gewoon niet filmen als ik niks aan het doen ben. En ja, er gebeurde gewoon echt even niks en ik moest heel hard aan de slag. Maar het begint ergens op te lijken. Dus ik ben wel content ermee. Met het boek heb ik het nu over. Nu ga ik even kijken wat ik ga eten. Ik denk dat ik hier iets mee ga fabriceren. Dit zijn de laatste twee aardappelen die eindelijk, die echt op moeten, die nu eindelijk op zijn. Ik heb hier een soort van curry-achtig sausje van de roti die ik heb afgehaald een tijdje terug. Spinazie, kikkererwten, linzen, knoflook en dan gewoon een soort van prutje ervan maken. Oh, ik ben zo gefocust geweest dat ik helemaal ben vergeten dat ik nog een pakketje had binnengekregen van Disney. Oké. Kijk, dit is het. Het is een gekke vorm. Het is geen doos. Wat is het? Kijk, het is een doek met dat je van die. Doet hij niet scherp zelf? Dat je van die cijfers. En dan moet je zo verven in de cijfers. Hoe noemen ze dat? Is er een woord voor? Cijfer, kleurplaat, dinges. Oh, vet tof. En hier is verf. De kleurtjes. En dit moet het dan worden. Even kijken, waarom hebben we dit? Deze maand is het weer Big Cat Month op National Geographic. En deze maand staat Big Cat. Jezus. Big Cat Content centraal. Nu kun jij dat als kattenliefhebber natuurlijk niet aan je voorbij laten gaan. La la la. Lekker binnenblijven in kattenthema. Daarom deze schilder op nummer zet. Zo schilder je binnen no time en meestal weer kat in het bakje. Dus. Bij je kletsen. Vet! Heel vet. Dit heb ik eigenlijk echt wel heel erg veel zin om dit te gaan doen. Misschien leuk om hier dan een gezellige kletsvideo bij te maken terwijl ik aan het schilderen ben. En dan kunnen jullie misschien ook een nummer schilderplaat doen. Nou goed. Leuk dit. Dat zijn de leukere cadeautjes. Maar nu eerst even kijken dat ik niet mijn pan verbrand of mijn eten verbrand. Ja. Oké, back to cooking. Knoflook, spinazie, linzen erbij. Gekookte aardappels erbij. Currydrap erbij. Voilà. Dan doen we nog wat pinda's erdoor. En wat gebakken uitjes. Zo. Heel benieuwd of dit lekker is. Maar ik denk het wel. Nou, dit is dus echt vet lekker. En ik vind mezelf vet slim dat ik dus die roti prut saus dinges heb overgehouden. Want nu heb ik opeens echt een super heerlijk gerecht. Zo, het is 9:15. Ik ben sinds 8:30 aan het werk. Met amper pauze. Dat is niet voorbeeld van hoe het moet. Doe mij dit niet na. Don't try this at home. Even met de kat aan het spelen met een touwtje. Want ja, ik ben nu klaar met de dingen die ik moest doen. Maar ik moet eigenlijk nog tekst leren. Ik heb een scène van Revolutionary Road. Een film met Leonardo DiCaprio en Kate Winslet. Daar moet ik een scène uit leren voor stemles. En dan moet ik nog mijn gedicht leren en een andere tekst. En ik moet tekst leren voor aankomende woensdag. Want dan heb ik een studentenproductie waar ik een rol in heb. Dus dat moet ik. Oeh. Dus dat
staat ook nog in de planning, maar ik weet niet hoeveel woorden ik nu nog in mijn hoofd gestampt krijg. Ja. Wacht, ik doe even het beeld op hun, want dat is zoveel leuker dan mijn hoofd. Ja, goed zo. Je zou denken dat ik wel beter weet dan zoveel uren te werken op een dag gezien. Nou ja, dat het al eerder vaak niet zo lekker ging met me door veel te werken. Maar ik ben echt gewoon te eigenwijs om dan in te geven. Ik weet niet. Ik had de laatste tijd ook best wel, omdat ik gewoon zo slecht sliep. En dat ik gewoon tussen 4 en 6 de hele tijd wakker was. Dat ik echt tegenop begon te zien om te slapen. En dat lijkt me ook niet helemaal de bedoeling. Ik weet niet, is dat herkenbaar voor sommige mensen? Ik wilde gewoon echt niet naar bed. Omdat ik gewoon, ja, gewoon opkeek tegen gewoon weer een slechte nacht hebben. En ook al ben je dan moe, dat je gewoon geen zin hebt om dat weer wakker te liggen. 'S nachts met allemaal gedachtes. Ik moet zeggen, de laatste nachten gaat het wel weer beter hoor. Maar misschien wel omdat ik weer meer de work aan het doen ben, dat het beter gaat. Omdat ik dan mijn gedachten gewoon beter op orde en zo heb. Dat is het misschien wel. Rip de bank. Ik denk dat Max wel zo thuis komt, want aangezien het 9:15 is. Ik zit nog even te denken, maar ik weet wel waar het verschil in zit. Ik kan prima lang en hard werken als ik maar niet negatieve gedachtes erover heb. Of dat ik mezelf niet, weet je wel, naar beneden zit te halen. Of dat ik het iets tegen mijn gevoel in doe. Of dat het een klus is die eigenlijk niet bij me past. Daar zit het verschil in. En dat zorgt voor burn-out klachten en hartkloppingen en dat soort dingen. Het is niet per se het werk aan zich of veel werk. Voor mij in ieder geval. Dus, dat inzicht wilde ik nog even met je delen. Ik heb trouwens nog deze producten vandaag in de bus gekregen van Aveda. Om te vieren dat alles van Aveda tegenwoordig 100% vegan en zo is. Dus dat is top. Ik vind het dus heel fijn tegenwoordig dat steeds meer PR-bureaus en merken eerst even vragen of ze je iets op mogen sturen en het niet zomaar doen. Want op een gegeven moment hebben sommige PR-bureaus of mediabedrijven of zo, hebben dan je adres. En dan sturen ze gewoon alles op wat ze willen. En ik wil gewoon niet producten of pakketjes waar ik niks mee doe, ook uit duurzaamheidsoogpunt. Dus ja, ik vind het gewoon heel fijn. Ik wil niet zomaar random shit opgestuurd krijgen. Het klinkt misschien heel verwend. Maar nee, dat wil ik gewoon niet. Maar goed, deze wilde ik wel. Dus ik ga. Oh. Oh, heerlijk. Oh. Oeh, heel bijzonder. Dat klinkt meestal niet goed, bijzonder, maar. Heel lekker zeg.